komen we bij de leeftijd, geloof ik, bij jullie, die jullie zelf thuis hebben. Sarah 11. Nou, wie wilde niet als je hier woont alleen in Amsterdam? Eindelijk. Eindelijk weg. Even in een hele andere wereld. Alleen in Amsterdam, wat zeggen we? Kies je rood? Kies je geel? Of groen bedoel ik? Kies je blauw? Zwart? We doen het allemaal misschien wel. We zeggen het allemaal een keer. Je bent gewoon te jong nog. Of hier kun je toch ook prima shoppen? Misschien zegt vader dat wel. Van, wat moet je in Amsterdam zoeken? Je kan toch hier ook shoppen? Moet je notabene in Laren wonend? Of in deze omgeving wonend? Alles is hier toch te krijgen? Dit betekent eigenlijk voor een puber, voor een prepuber, een no-go van, wat zeuren ze? Ik wil gewoon naar Amsterdam. Jullie snappen er helemaal niks van. Dus wat je eigenlijk beter kan doen, is helemaal niet kritiseren. Helemaal niet adviseren. Helemaal niet oplossen. Helemaal niet eigenlijk aangeven wat jij ervan vindt. Alleen maar zeggen, hey, ik merk dat jij het zo leuk vindt om naar Amsterdam te gaan. Vertel eens. Leer je kind beter kennen door in deze fase van puberteit gewoon je te verplaatsen. En niet de eerste invalshoek te kiezen van, oh jee, wat komt er nou op mijn dak? Nu begint het. Nu begint het eigenlijk dat ik meer controle moet houden, dat ik er meer bovenop moet zitten. Dat ik eigenlijk gewoon precies moet weten wat er allemaal in ze omgaat. Het gaat eigenlijk alleen maar om, wat gaat er in haar om en hoe kun je dat het beste volgen? Sarcasme is een hele lastige. Dat begrijpt geen enkele puber. Dat begrijpt eigenlijk ook vaak een 20-jarige nog niet. Dus als wij zelf sarcastisch worden, kun je je voorstellen dat wij ook de sarcasme terugkrijgen. En dat is pijnlijk, want dat accepteer je eigenlijk niet van je 11, 12, 13-jarige. En ze zijn spijkerhard, nog harder eigenlijk dan jij zelf met jouw sarcastische opmerking bedoeld hebt. Dus je krijgt hem zo hard terug dat het contact verstoort. Dat is gewoon zonde. Hou het gewoon juist dicht bij je hart. Laat je gewoon spreken en laat je hart spreken en vertel gewoon wat jij op dat moment denkt. Niet meteen de grootst mogelijke paniek. Want waarom zou er paniek zijn als er nog geen paniek is? Er zijn ouders ook die zeggen, ik verlies mijn kind helemaal, want hij jokt nu. Hij vertelt zijn waarheid niet meer. En je bent jezelf aan het verliezen op dat moment. En je contact wat je 15 jaar hebt opgebouwd met je kind. Zorg dat je juist de andere route kiest. Zorg wat er wel is. Behoud wat er wel is. En laat je kind een beetje de ruimte. En vertrouw ook dat hij dat eigenlijk best wel aan kan.